Hey iedereen, tijdje niet gesproken. Ik heb dikke corona, dus excuse als mijn stem um, nogal gaar klinkt. Um, Korte update: voornamelijk door de dikke corona. Um, er zijn een aantal interessante factoren waar we rekening mee moeten houden. Mijn aanname is sterk dat de vorige cycle eindigde op dag 59. Wat betekent dat we nu eigenlijk zitten op dag uh, 5 van een nieuwe cycle. Er was ook een aanname. En wellicht is die nog steeds legitiem dat wij een cycle low hebben gevormd rond dag 47. En de reden waarom ik dat zeg is: van we hadden hier best wel een mooie low gevormd. Goede week ook rond dag 47. Een plek waar je in principe best wel op mooie momenten een uh, bodem kan gaan verwachten. En dat was eigenlijk net voor deze enorme gekke uh, breakout die we hier hebben gezien. En. Het feit dat we hier een higher low hebben gescoord. geeft wellicht aan dat dit hier de cycle low was. in plaats van dat dit hier de cycle low was. Dus dat brengt je of op dag 17 of op dag 5. Nou, dat is nogal een substantieel verschil. Um, in ieder geval, zou het op de korte termijn um, maakt dat niet zo heel veel uit hier. Want. Um, um, op korte termijn zou je in beide gevallen waarschijnlijk verder gaan stijgen. Als het dag 17 is, kan je wellicht echt een correctie gaan verwachten hier um, en door gaan stijgen. Zelfs bij uh, een dag 5 zou je eventueel een correctie weer, uh, kunnen krijgen. We zien hier op de 4 uur chart, zien we wel dat de prijs um, op dit moment aan het afnemen is, namelijk de uptrend wordt hier soort van uh, zwakker en we zien op de hourly chart bijvoorbeeld ook dus de twee hourly chart we zien hier op de hourly chart bijvoorbeeld ook dat we hier uh, steeds, inderdaad steeds zwakker zijn geworden en als ik bijvoorbeeld de RSI aanzet dan hebben we hier een hele reeks aan bearish diverges gehad. Dus de aanname was initieel dat je ergens rond deze periode hier een um, soort van verder naar beneden zou kunnen gaan, dat je hier langzaam begint om te rollen. Uh, wellicht terug gaan naar support, uh, naar een van deze twee supports, want dit was echt gewoon een hele snelle stijging. Um, wellicht wordt het ook gewoon een soort van zijwaartse correctie, waarbij je soort van in een range blijft voor een aantal dagen en dat je daarna weer verder gaat omhoog. Um, hoe dan ook verwacht ik dat we op zijn minst een korte, uh, op korte termijn een plafond hebben bereikt. Dan zie je in principe ook bij de meeste de altcoins. Uh, we zien dat Ethereum vandaag redelijk goed verder is gegaan, dus dat schijnt de uitzondering op de regel te zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld Solana, die heeft hier een mooi plafond bereikt. De meeste memes um, hebben vandaag een plafond bereikt, voor zover ik heb kunnen zien. Um, ik hou het niet zo heel erg vaak de charts in de gaten, wat ik normaal gesproken zou doen. Uh, maar wat ik zie over het algemeen... hier heb je ook een mooie shooting in Candlestar. Um, of Candle, moet ik zeggen. Um, en we zitten nu hier weer op support. Dus de, het was te verwachten dat we hier ergens een correctie mee zouden gaan maken. Uh, Unicen schijnt als uh, resistance hier te gaan breken. Dus dat is ook een uitzondering op de regel. Um, dus je ziet, je ziet een beetje wat mixed signals. Um, als je zo naar deze charts kijkt... lijkt het eerder alsof je een soort van zijwaartse continuation kan verwachten om vervolgens verder omhoog te gaan stijgen. Um, dat is initieel ook waar ik van uit ga hier op het eerste oog. Um, Bitcoin Dominance ook heeft een hele goede break naar beneden gemaakt. Een, een historisch resistance level hier. Uh, het was initieel niet helemaal helder... of we hier ook daadwerkelijk resistance zouden vinden. Want in alle eerlijkheid weet ik gewoon simpelweg niet... Of je ook normale technische analyse toe mag passen op de Bitcoin Dominance chart. Want in principe is de Bitcoin Dominance gewoon een resultaat van een stijgende Bitcoin prijs over het algemeen. Al um, gaat daar een keertje verandering komen in trend. Nou, hier zien we dus ook interessant dat we inderdaad op deze historische uh, resistance een hele interessante resistance hebben gezien. Dus het zou niet gek zijn om te denken dat Alcoin Season hierbij officieel is gestart. Um, Ondanks dat het ultieme een vaak wat um, later begint. Right? Dus over het algemeen zo je zien. Het is nog steeds die dam. Uh, die dam waar we het vaker over hebben gehad. Die is nog steeds niet helemaal uitgebroken. Maar we zien wel steeds meer kraken. Vooral nadat Trump heeft gewonnen. Dus dat is eigenlijk allemaal positief. Dus ik heb nogmaals geen reden. Op korte termijn heb je in principe reden om um, eventueel bearish prijzen te gaan verwachten. Of op zijn minst dat de uptrend hier uh, aan het afnemen is. Maar als je kijkt op de weekly timeframes bijvoorbeeld. En op de monthly timeframes. Dan heb je absoluut geen reden om hier bearish te zijn bij deze prijzen. Dit is absoluut nog maar het begin van een nieuwe uptrend. Um, we zeggen dat eigenlijk al sinds deze niveaus, hier, sinds dat we hier een high low hebben gescoord. Dat we zeggen al dat het begin is van een nieuwe uptrend. We hebben dat gezegd voor salama, rond deze prijzen hier. Dat het al begin is van een nieuwe uptrend. Kijk, zo mooi deze is gegaan. Dus alles oogt op dit moment. Op een nieuwe uptrend. Dus um, korte termijn, sure. Je zou wat fluctuaties omhoog naar beneden kunnen gaan verwachten. Maar vanaf hier gaan we ons voornamelijk focussen op de lange termijn. Wat moet je doen voor de lange termijn, et cetera, et cetera. Dus iedereen, ik hoop dat jullie nog een fijne avond hebben. Uh, mijn stem <laughs> houdt ermee op. Um, dus iedereen nog een fijne avond.